Goedemorgen allemaal. De minister hoort ons nog niet. Minister Wijs, hoort je mij? Ja, hij staat unmuted. Maar hij heeft nog geen geluid, denk ik. Minister Wijs? Hij hoort ons. Ja, oké, nu hoor ik je. Oké. Ik moet dan overschakelen op iPad. Mijn PC die staat hier nog altijd te heropstarten, dus dat lukt er niet meer bij deze. Ja, ik had hetzelfde probleem en ik heb moeten de computer van de secretaris aan de mijne zijn ze ook nog aan het werken. Dus het was een moeilijke start, maar we zijn er allemaal. We kunnen beginnen met de eerste en enige vraag van mevrouw Ampe aan minister Wijts over grensoverschrijdend gedrag in de sportsector. Mevrouw Ampe, ik geef u het woord. Denk ik dan. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, 8 op 10 jeugdsporters die hebben al te maken gehad met psychisch grensoverschrijdend gedrag. En dat blijkt uit cijfers van de Thomas More Hogeschool. En meer dan 5 op 10 is zelf al fysiek aangepakt. En 1 op 4 jongeren die hebben te maken gehad met seksuele belaging. Ofwel van een trainer, ofwel van een andere sporter. Die cijfers die zijn angstwekkend hoog. En daarom is mijn vraag eigenlijk heel simpel. Wat gaat u doen om dat op te lossen? Ik stel voor dat er alvast een attest van goed gedrag en zeden wordt ingevoerd. Dat eigenlijk het minimum is. Dat de opleidingen ook verbeteren. Ik weet dat er al aan gewerkt is, maar er is duidelijk nog een heel grote inspanning nodig. En ik hoop dat u zo snel mogelijk werk maakt van een plan, want die cijfers die zijn gewoon veel te hoog. Alvast dank voor uw antwoord. Oké, dank u wel, mevrouw Ampe. Meneer de minister. Ja, dank u wel. Wel, die cijfers zijn natuurlijk ook prima facie, zijn die echt hoog, hè? Gelukkig hadden we die cijfers niet nodig om in actie te schieten, wel wat in perspectief plaatsen. We hebben in het verleden daaromtrent ook wel wat andere onderzoeken gehad. Veel hangt natuurlijk ook af van de vraagstelling. De onderzoeker in kwestie heeft natuurlijk ook wel erkend van dit gaat om een gelegenheidsproef, een steekproef van een 700-tal jonge sporters, dus geen representatieve steekproef. Maar ik denk dat in deze problematiek natuurlijk elk slachtoffer er een te veel is. Ik verwijs even naar vorige onderzoeken, 2014, waarbij dat, ik denk zelfs uitgevoerd door dezelfde onderzoeker, waar dat werd vastgesteld dat 38% van de respondenten op zijn minst eenmaal psychisch, 11% fysiek en 14% seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport heeft ervaren. Daarnaast hebben we ook in 2018 een onderzoek gehad waar gemeten werd naar geweld, gemeten en geteld. Dat ging iets ruimer, ging ook over de context gezin, school en vrije tijd. Daar werd vastgesteld emotioneel geweld, een 90% bij jongens, 74% bij meisjes. Fysiek geweld, 59% bij jongens, 55% bij meisjes. En echt seksueel grensoverschrijdend gedrag, 16% bij jongens. En 19% bij meisjes. Dus het is al moeilijk natuurlijk om cijfers te duiden of te vergelijken. En waarbij dat altijd de vraag is, waarover spreken respondenten juist? Want ieder van ons kan zich natuurlijk inbeelden situaties waarin iemand eens tegen jou verbaal is uitgevaren. Ik denk zeker dat dat ook in de sport zo is. Maar als je dat dan vermeld in zo'n enquête, ben ik dan slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Want niet elk gedrag dat met die libellé of die libellé krijgt, heeft natuurlijk ook dezelfde ernst of gevolgen. Dus we moeten ons ook rekenschap van geven dat grensoverschrijdend gedrag natuurlijk cognitief geassocieerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus laat ons vooral opletten dat het ene het andere niet ondersneeuwt, want dat is natuurlijk de allerbelangrijkste problematiek. Maar het is goed dat er een hogere sensitiviteit en bewustwording is rond bepaalde van die topics en dat we daardoor bepaalde gedragingen ook in vraag moeten stellen. Het feit dat we in de evoluerende tijdsgeest
ook beter in staat zijn om en ook die durven die grenzen te benoemen. Ik denk dat dat al een belangrijke stap is. En dan moet er ook kunnen en durven begrensd en gereageerd te worden. Nu, vanuit het Vlaamse sportbeleid denk ik dat we daar al goede eerste stappen gezet hebben. Samen met de sector, samen met ICES, dus het Centrum Ethiek in de Sport. En samen met betrokken onderzoekers, dat we al enkele jaren op die thematiek inzetten. Alle federaties hebben een aanspreekpunt integriteit en een integriteitsbeleid uitgewerkt, gaande van preventie tot tucht, waarbij dat we, zeker als we met andere beleidsdomeinen, al goede stappen gezet hebben. Recent is ook nog het VSF, dus de Vlaamse Sportfederatie, heeft het Vlaams Sporttribunaal opgezet dat al die tuchtzaken vanaf volgend jaar overkoepelend voor de federatie zou kunnen afhandelen. Dus dat we daar ook echt een formeel tuchtorgaan overkoepelend hebben voor aangeduid. We subsidiëren ICES trouwens ook om de sportsector daarbij te ondersteunen. En de extra middelen die ICES de voorbije jaren specifiek voor integriteit kreeg, die worden ook voortgezet in de toekomst. We hebben een extra budget toegekend bovenop de reguliere 100.000 euro voor ICES. Hebben we nu ook een extra jaarlijkse subsidie gekend van een 150.000 euro. Specifiek natuurlijk ook voor de integriteit. We hebben het beleid ook decretaal verankerd en afdwingbaar gesteld. Dus het aanstellen van een aanspreekpunt in integriteit en het voeren van een integriteitsbeleid is dus vanaf volgend jaar ook een decretale subsidievoorwaarde voor de federatie. Dus al twee belangrijke stappen die we volgend jaar zetten. Het integriteitsbeleid maakt integraal deel uit en is een subsidievoorwaarde voor de sportfederaties. Twee, we hebben ook een tuchtorgaan dat we vanaf volgend jaar kunnen operationeel hebben. Natuurlijk, preventie is nog veel beter. En specifiek naar trainers willen we ook inzetten op de opleiding en de bijscholing. De Vlaamse trainerschool heeft nu een aantal elementen rond integriteit in de opleiding en bijscholing van trainers geïntegreerd. Met ook aandacht voor motiverend coachen en ethische dilemma's. En mede op basis van dat recente onderzoek wil ook de Vlaamse trainerschool dat nog verder uitwerken. We willen ook nog meer trainers opleiden en bijscholen, zodoende dat men ook veel meer de signalen kan detecteren. Op dit ogenblik is ongeveer 45% van de trainers die nu actief zijn, is gekwalificeerd. Wat natuurlijk nog betekent dat er een weg te gaan is van 55% die nog niet via een opleiding de basisprincipes rond ethisch verantwoord sporten heeft meegekregen. En daarom wordt ook die basismodule van de opleidingen wordt helemaal herwerkt om ze net ook laagdrempeliger te maken, zodat dat ook meer niet-gekwalificeerde trainers gaan instromen. Naast de trainer zijn er ook de sportclubbestuurders, de ouders. Op dat vlak zijn er nog, denk ik, belangrijke stappen te zetten waar dan andere partnerorganisaties rond werken, zoals ook ICES, maar ook Dynamo. Het beleid en het engagement bij federaties, clubs en trainers, dat is er zeker. Ik denk dat er op aankomt om de volgende jaren om dat beleid echt te versterken. Nog verder te laten doorcijpelen tot op het sportveld en tot in de clubs. De vereiste om te werken op sportclubniveau is decretaal alvast verankerd en versterkt ten opzichte van de doelstellingen als we vergelijken met 2018. ICES maakt werk van een aantal ondersteunende tools om het integriteitsbeleid echt een vertaalslag te geven tot op het niveau van de clubs. En het werk van ICES, dat ook als een soort case-ondersteuner optreedt, wordt denk ik ook wel sterk gewaardeerd binnen de sector. Wij hebben dus een stevige basis om voor te werken. En we gaan ook in het najaar van dit jaar nog een campagne starten vanuit de hulplijn 1712 richting cultuur en sport om die problematiek en de hulplijn ook in deze sectoren meer onder de aandacht te brengen. We hadden dat al voorzien, maar door corona is dat iets wat uitgesteld. Dus ook hier met een boodschap naar de omstanders om niet weg te kijken in geval van zulke geweldsituaties. Want ook dat is natuurlijk wel essentieel.
dat we in hoofden van ouders, van toeschouwers, dat we ook het signaal geven dat we dat gewoon puur niet aanvaarden. Ik kijk ook uit naar het actieplan tegen seksueel geweld van collega Demir, waar ik ook actief aan wil meewerken. En ik denk dat, want we moeten natuurlijk niet even kijken binnen de grenzen van het beleidsdomein sport, maar we trachten ook over die grenzen heen werk te maken. Dank u. Ja, dank u wel, meneer de minister. Mevrouw Ampe. Ja, dank u, meneer de minister, voor uw antwoorden. De cijfers zijn hoog. Ik vraag echt om ze niet te minimaliseren. Er zijn daar verschillende cijfers en de waarheid of het juiste cijfer zal tussen beide liggen en dat blijft nog altijd erg hoog. Ik ben blij dat u met een integriteitsplan bezig bent, maar betekent dit ook dat het attest voor goed gedrag en zeden, dat daar deel van uitmaakt? Dat zou ik heel graag willen weten. En u spreekt over die tuchtcommissie die er komt, zeer goed, maar op welke datum wordt die dan geïnstalleerd? Dank u. Ja. Collega's die willen aansluiten. Mevrouw Lambrechts. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, het onderzoek, ik ga de cijfers niet herhalen, maar 82% psychisch is zeer veel, 35% seksueel grensoverschrijdend, zeer veel. En dan komt u met andere onderzoeken en minimaliseert u toch wel. U praat van cijfers 38%, 58%, en u zegt andere onderzoeken tonen dat. Ja, als de cijfers 1, 2 en 3% zouden zijn, zouden wij kunnen zeggen dat is goed. Maar dat is allemaal zeer, zeer slecht. En dat doet meteen iets aan dat eigenlijk niet werkt, wat reeds is ingesteld in het verleden. Het is voor ons hier, voor de collega's, gewoon wachten tot het volgende onderzoek weer dezelfde cijfers zal aantonen. Dus dat maakt mij toch een beetje moedeloos, dat er dan telkens, als het over een ethisch thema gaat, of het nu racisme is, of het een grensoverschrijdend gedrag, dan komen er cijfers dat het allemaal wel zo erg niet is en dat we geld geven aan een instituut, hier ISIS, waardoor het veel beter zal gaan. Ook die oprichting van het Vlaams Sporttribunaal, dat is goed. Dat is een van de dingen die kunnen werken, maar een kind moet daar ook nog durven naartoe gaan om tegen een ouder en tegen een trainer in te gaan. Ik raad iedereen aan om de documentaire over de Amerikaanse turnsters te gaan zien, hoe de kinderen en jongvolwassenen daar echt angstig waren om met die klachten naar buiten te komen. Dus het laatste wat u zei, meneer de minister, om die omstanders te sensibiliseren, om te durven ingrijpen, dat vind ik een van de belangrijkste zaken ook. Maar wat ik nog belangrijker vind, is dat in de zomer van 2017 een bijzondere commissie in het leven geroepen werd rond het grensoverschrijdend gedrag in sport. Maar door MeToo, hashtag MeToo, heeft men dat moeten uitbreiden naar alle andere categorieën, waardoor de sport een beetje in een hoekje gedrumd is en waardoor eigenlijk die commissie ook niet veel heeft opgeleverd, denk ik. Want had ze veel opgeleverd, dan waren er al veel aanbevelingen gevolgd en dan zaten wij hier wellicht niet met dergelijke slechte cijfers. Dus ik heb eigenlijk twee vragen voor u, meneer de minister. Hoe verklaart u het gebrek aan effect van de genomen maatregelen na afloop van die commissie grensoverschrijdend gedrag in de vorige legislatuur? En de tweede vraag, hoe staat u tegenover het heropenen van die bijzondere commissie rond grensoverschrijdend gedrag in de sport? Met cijfers die zo hoog zijn, lijkt het voor mij evident om heel kort op de bal te spelen met onze commissie hier en te kijken of alle aanbevelingen nauwgezet zijn gevolgd en of de cijfers beter worden. Of ze beter worden. Okay. Dank u wel, mevrouw Lambrechts. Mevrouw Perdaens. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoorden. Het is, ja, elk slachtoffer is er één te veel. Het lijkt een no-brainer, maar ik ben er echt van overtuigd dat uitspreken en dat herhalen, dat het taboe doorbreekt en dat dat een van de zaken is dat we moeten doen gewoon. En wat dat betreft, lage cijfers, hoewel dat we allemaal kunnen streven naar die lage cijfers, hè, dat mag niet ons doel zijn. Toch niet als de lage cijfers, gelijk als dat we die voordien misschien hadden, betekenen dat slachtoffers niet durven uitspreken. Hè, we zien nu hoge cijfers en ergens is dat goed, want dat betekent dat die slachtoffers durven spreken over wat dat hun overkomt en wat niet ook. Case.
Er zijn vorige legislatuur ongelooflijk veel stappen gezet. Ik denk dat sport daarin ook een sterke voorloper is voor het brede probleem dat dit grensoverschrijdend gedrag is. Collega Muiters was daarin grote trekker. Ik denk dat we dat allemaal kunnen erkennen. En dat die maatregelen het misbruik nog niet uit de sportclubs gehaald hebben, ja, dat kunnen we ook erkennen. Hè. Dat is gewoon zo. Maar het heeft heel veel al wel gedaan. Het heeft ervoor gezorgd dat slachtoffers horen dat wat hun overkomen is, dat niet oké is. Ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat we dat echt moeten blijven herhalen. Overal, niet alleen in de sport. Slachtoffers worden aangemoedigd om het te melden. Ook ongelooflijk essentieel. En dat als die melding binnenkomt, en deze is ene die dat mij persoonlijk heel erg raakt, als die melding binnenkomt, dat die fucking opgevolgd wordt. Dat is echt belangrijk. Nu, sport staat hierin veel, veel verder dan op andere domeinen. En ik hoor de collega aangeven van ja, een bewijs van goed gedrag en zeden, is dat niet waar dat we naartoe willen gaan? Maar dat is een heel beperkte momentopname. En de vraag is dan ook, wie ga je vragen om dat voor te leggen? Hè? Ga je je beperken tot mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de sporters, uw sportleraars? Ga je verder gaan naar uw kantinepersoneel? Ga je nog verder gaan naar uw publiek, naar uw andere sporters? Het is niet de ideale manier om ervoor te zorgen dat dit verder aangepakt wordt. En waar ik van denk dat het wel een betere manier is, dat is verder inzetten op die sensibilisering. Meneer de minister, u haalde aan dat 45% van de sportleraars de kwalificatie al heeft en die extra opleiding krijgt. Heeft u een timing om de rest van deze sportleraars ook te zorgen dat die deze opleiding krijgen, zodat zij die gevoeligheden begrijpen, zodat zij alert zijn voor de signalen en die kunnen oppikken bij voorkeur, voordat dergelijke feiten zich stellen en indien het niet anders kan, wanneer slachtoffers al slachtoffer vielen. Alvast bedankt. Dank u wel, mevrouw Pardaans. Dan meneer Anouri. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is een dossier dat vorige legislatuur al heel vaak aan bod is gekomen in de commissie Sport en ook heel terecht, omdat er in de sportwereld logischerwijs dezelfde problemen zijn als in de hele maatschappij. En er is dat een seksueel en psychisch grensoverschrijdend gedrag dat we absoluut moeten aanpakken. En waar veel meer maatschappelijke gevoeligheid voor is ontstaan de afgelopen maanden en jaren. En dat is een goede zaak. Ik ben het eens met collega Perdaas als ze zegt dat lage cijfers niet per se een goede zaak zijn. Ik herinner mij, collega Muiters, dat we in 2016 een discussie hebben gevoerd, dat er toen heel lage cijfers waren. En dat achteraf is gebleken waarom, namelijk omdat mensen niet goed wisten hoe dat ze klacht moesten indienen. Dus als ik zie dat mensen nu dat wel durven zeggen, dat is dan een heel, heel positieve zaak. Er zijn kort dingen die ik wou aanhalen. Meneer de minister, ik ben het volledig mee u eens als er moet ingezet worden op het bystander effect, de omstanders. Je moet ervoor zorgen dat als mensen zien dat er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, ze het één kunnen identificeren, dit hoort niet, dit kan niet, dit is niet normaal. En twee, we hebben de positie en de mogelijkheid om er iets over te zeggen. Want heel veel van die zaken gebeuren onder het oog van medestanders die niet durven ingrijpen of niet weten hoe dat ze moeten ingrijpen. Twee, waar ook is aangehaald, het bespreekbaar maken, een taboe doorbrekende, is van cruciaal belang. Te vaak is er door schaamte, door het zich niet willen richten tegen de eigen club, een gevoel van ja, ik durf het niet zeggen, ik zal het niet zeggen en blijf het sluimeren. Drie, we hebben er al heel veel discussies over gehad met onder andere collega Muiters, dat bewijs van goed gedrag en zeden. Ik vind dat een belangrijke omdat elke drempel die je opgooit helpt om mensen tegen te houden die slechte bedoelingen hebben. Tegelijkertijd weten we ook van experten dat veel mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag dan plegen, dat er een stepping stone theorie is, dat er mensen zijn die op dat moment de kans zich plots voordoen, die geen voorgeschiedenis hebben van seksueel misbruik, die dan plots in een positie komen van macht waar ze er misbruik van kunnen maken en die dat dan doen. Ja, dat kan je natuurlijk niet voorkomen met zo'n een bewijs van goed gedrag en zeden. Dus ik zie daar de kwetsbaarheid van in, maar ik zie toch ook wel het nut ervan in om dat te doen. Maar mijn vraag heel specifiek aan u is, er zijn verschillende stappen die je hebt ondernomen die in gang zijn gezet vorige legislatuur. Wat mij heel interessant lijkt aan deze vraag, is dat er een bevraging komt, ergens mid volgend jaar, ergens eind volgend jaar, maakt mij niet uit, breed in de sportwereld in Vlaanderen, om alle sporters, zowel jeugdsporter als amateursporter als professioneel sporters, te bevragen. Hebben jullie het gevoel dat je weet waar je naartoe moet gaan als er iets zou gebeuren? Op welke manier worden ondersteund op het vlak van psychisch en seksueel geweld om een fotomoment te maken, om een situatieschets te maken? Dat we weten of alle stappen die ondernomen zijn de afgelopen jaren en nu ook door u, of dat die voldoende zijn en hoe dat die geëvalueerd worden. Want ik denk dat we heel veel kunnen spreken vanuit deze commissie over wat er moet gebeuren. Maar ik ben wel heel benieuwd naar het effect op het veld zelf. Dus is het een optie om zo'n bevraging te doen, om een fotomoment te maken breed over het sportterrein in Vlaanderen, om te weten wat de effecten zijn naar de sporters toe op van die maatregelen? Dank u wel. Ja,
Dank u wel, meneer de minister. Oh, enkele elementen van antwoord. Het gevaar is natuurlijk altijd, wanneer dat je enige nuance probeert aan te brengen, dat men je onmiddellijk beschuldigt van minimaliseren. Ja, ik denk dat voor de accuraatheid van de discussie dat altijd nodig is. Ik vrees altijd zo wat een contaminatie van begrippen, hè, waardoor net de belangrijkste problemen dreigen ondersneeuwd te raken. Ik hoor hier ook in diverse discours enerzijds zeggen, ja, cijfer 8 op 10 en in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. En vervolgens wordt al direct over MeToo gesproken. Dus alsjeblieft, laat ons ervoor zorgen dat we niet alles op een hoopje gaan gooien, want dan ga je natuurlijk de meest belangrijke problematieken, namelijk zeker dat grensoverschrijdend seksueel gedrag, ga je dat volledig doen ondersneeuwen in een grote berg van andere elementen en van andere gedragsproblemen, maar die wel van een totaal andere orde zijn dan uiteindelijk seksueel overschrijdend gedrag. Dat is gewoon mijn bezorgdheid. Twee, het tuchtorgaan, dat start begin volgend jaar, en dus ik denk dat je dat vrij letterlijk moet nemen. Dus januari 21 gaat dat tuchtorgaan van start. De timing van de opleiding van de trainers werd ook gevraagd. Daar zitten de onderzoekers zelf samen met de Vlaamse Trainerschool om te kijken hoe kunnen we die 55% zetten, hoe kunnen we dat zo snel mogelijk ertoe komen dat ook die doelgroep uiteindelijk bereikt wordt met een opleiding op vlak van integriteit. En er werden nog twee vragen gesteld, heel specifiek, en de vraagsteller in eerste instantie, naar het uittreksel van het strafregister. Het is zo dat in de vorige regeerperiode er een bijzondere parlementaire commissie is opgericht, waarbij dat effectief, zoals daarnet ook door verschillende sprekers beaamd, ja, sport zich gemanifesteerd heeft als een voorloper in heel deze problematiek. En er zijn heel concrete aanbevelingen ook gedaan, ook omgezet door mijn voorganger. En er was ook een discussie natuurlijk over dat verplicht maken van het uittreksel van het strafregister. En de discussie die zich daaromtrent afspeelde ging vooral over, ja, moet je die sportclubs nog meer administratief gaan belasten. Daarom is bij mij weten ook in de resolutie opgenomen, dus in de resolutie van die bijzondere parlementaire commissie, dat het uittreksel verplicht zou zijn voor werknemers en zelfstandigen die een verantwoordelijkheid dragen voor minderjarigen. En daartoe dient dan ook wel een beleidsdomein overschrijdend decretaal initiatief genomen te worden. En tot slot, de vraag werd dus ook gesteld naar een nieuwe commissie. Ik denk dat die discussie ook al gevoerd is in het Vlaams parlement, meer bepaald in het bureau van het Vlaams parlement, waarbij de conclusie wel was van alle fracties aan tafel binnen dat bureau om geen werk te maken van een nieuwe aparte commissie, dan wel de thematiek vooral thematisch aan bod te laten komen in diverse commissies, zoals dat we nu inderdaad ook doen. Tot daar, voorzitter. Ja, dank u wel, meneer de minister. Dan heeft mevrouw Ampen nog het slotwoord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik blijf er toch op aandringen om de cijfers echt naar waarde te schatten. Ik ben blij dat er dat integriteitsplan komt, dat die tuchtcommissie er komt. Maar ik vind het echt wel een minimum om een attest van goed gedrag en zeden te vragen. En ik zou ook aan de vele sportclubs willen aanraden om eens te gaan kijken wat bijvoorbeeld een sportclub zoals Anderlecht voetbal doet op provinciaal niveau. Die geven eigenlijk aan alle ouders, aan alle trainers, aan iedereen een soort cursus met richtlijnen hoe je je gedraagt. En het gaat erom dat ouders niet staan roepen aan het terrein. En ik heb als voetbalmama toch al aan redelijk wat terreinen gestaan in Brussel en ook in Vlaanderen. En er zijn heel grote verschillen tussen de provinciale voetbalclubs bijvoorbeeld. En het zou wel helpen als ze van elkaar leren en de goede praktijken van elkaar overnemen. Dit is gewoon een tip, omdat ik zie dat in het provinciaal voetbal, bij Anderlecht bijvoorbeeld, bij de ouders, dat er
heel veel rust en kalmte is en absoluut geen sprake van agressiviteit. En dat is eigenlijk iets wat je kan verwezenlijken met duidelijke richtlijnen. Dat hoeft niet in een wet te staan, maar dat zijn dingen die de sportclubs ook van elkaar kunnen leren. Dus meneer de minister, graag toch meenemen om dat attest van goed gedrag en zeden, al is het maar een minimum, op te leggen. Dank u. Oké. Dank u wel, mevrouw Ampe. Dan is deze vraag afgerond en dan is deze commissie ten einde en kunnen we naar de volgende commissie gaan met de minister. Goed. Dag.